Op maandag 19 december is er paniek op de Jeanne d'Arc-laan. Een arrestatieteam doet een instap in een woning en er zijn twee mensen gewond aangetroffen op straat. Rond 12:50 in de middag komen twee mannen hier naartoe. Ze hebben een afspraak met een andere man voor de aankoop van een auto. Een donkerkleurige Audi A6 RS6. Er is in eerste instantie even contact op straat. Dan vraagt die man of ze even hier achter mij mee naar binnen lopen om de zaken te regelen. En dan gaat het dus in die woning helemaal mis. Want er komen er nog meer mannen bij, 4 in totaal. Die mannen worden behoorlijk mishandeld. Hun geld wordt afgepakt. En die 4 mannen gaan er dan dus vandoor in die bewuste Audi A6. De politie spreekt graag met getuigen die op de bewuste maandag 19 december wat gezien kunnen hebben. We willen natuurlijk heel graag weten of mensen zich iets kunnen herinneren van die situatie. Er is best veel commotie geweest, op straat ook, daarna. Dus misschien hebben mensen in de omgeving die Audi A6 RS6 zien rijden. Dus best een opvallende auto. We kunnen een soortgelijke auto laten zien, dus niet de bewuste auto. Maar we hopen natuurlijk wel dat mensen zich daar nu toch nog iets van kunnen herinneren. We hebben natuurlijk een aantal onderzoekslijnen lopen, zoals we dat dan noemen. Bijvoorbeeld natuurlijk op de woning waar zich dit allemaal heeft afgespeeld. Maar we willen natuurlijk nu vooral spreken met mensen die ons meer informatie kunnen geven over mogelijk iets van een kenteken van die Audi A6 of waar die Audi A6 op dit moment is. De slachtoffers raakten gewond, maar zijn al uit het ziekenhuis. Het incident heeft nog wel een diepe indruk achtergelaten op hen. Ja, het gaat uiteindelijk natuurlijk wel beter, maar die mannen komen hier natuurlijk te goeder trouw om een auto te kopen. En als je dan op die manier zwaar mishandeld wordt en beroofd wordt van je geld, dan gaat dat natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Dus wij willen deze zaak graag oplossen.